Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hallo allemaal en welkom bij deel 12 van de Maya's Meadow Call, een ontwerp van Deirdre Ace. En in dit 12e deel ga ik jullie laten zien hoe we onze grote motieven gaan samenvoegen tot stroken. In het 11e deel heb ik jullie natuurlijk laten zien hoe we het met de kleine motiefjes deden. En in dit 12e deel gaat het er eigenlijk op dezelfde manier aan toe. Alleen eventjes wat met meer steken en een andere indeling. Maar daar ga ik jullie even goed weer stap voor stap in meenemen. Ik heb in ieder geval mijn losse motieven hier allemaal weer klaargelegd. 4 stuks in totaal. We gaan in totaal 3 stroken maken. Bestaande uit 4 motieven. En dan heb je 2 motieven met 1 blad heb je nodig. En 2 motieven waar dus 2 van die bladeren aan zitten. Dus 2 om 2. En dan kun je dus op die manier 3 stapels maken. Voor de indeling ervan, mocht je een garenpakket gebruiken, ga dan eventjes kijken in het geschreven bestand. Want daar staat in vermeld op welke indeling we de stroken gaan maken. De Nederlandse vertaling van het patroon vind je terug op mijn website. Directe linkje daarvan staat in de beschrijving van deze video. Werk je liever met een Engelstalige patroon, dan vind je daar ook van het directe linkje naar deel 12 in de beschrijving van deze video op de website van Deirdre. Mocht je dit als eerste video zien en denken van, oh, dat ziet er leuk uit, daar wil ik ook wel wat mee, daar wil ik meer informatie over, het directe linkje naar het informatiebestand staat ook in de beschrijving van deze video voor zowel de Nederlandstalige op mijn website als de Engelstalige op de site van Deirdre, de ontwerpster van dit project. Dus neem vooral eventjes een kijkje in de beschrijving van deze video hieronder om alle desbetreffende linkjes te vinden. Mocht je onverwachts toch een video gemist hebben, ook de complete afspeellijst van de Maya's Meadow Call staat onder in de beschrijving van deze video gelinkt. En daar vind je ze dus allemaal overzichtelijk onder elkaar terug, alle delen. Dus deel 12. Pak al je motieven. Ga eerst eventjes volgens de indeling je stapeltjes maken van 4 motieven per stapel. Dus 2 met 1 blad en 2 met 2 bladeren van deze grote motieven. En dan ga ik jullie laten zien hoe we dus uiteindelijk onze motieven gaan vastzetten. Ik heb al een strook klaar van 4 motieven. Ze zijn echt immens lang geworden bij mij ook. Dus ik krijg ze niet helemaal lekker meer in beeld. Maar ik ga jullie in ieder geval stap voor stap meenemen. Dus pak jullie motieven, pak je garen, pak je haaknaald en dan kunnen we aan de slag gaan. Ja, we gaan beginnen. En we beginnen met een motief waar 1 blad op zit. En kijk daarvoor dus gewoon in je schema. Want we gaan hem van onder naar boven gaan we hem vastzetten. Het wordt even een klus om het allemaal netjes in beeld te krijgen. Maar ik ga mijn best doen. Het motief met 1 blad, dat leg je dus zo voor je neer. Waarbij je dus de lange kanten hier bovenaan hebt zitten. En dus een lange kant zo diagonaal naar beneden hebt gaan. Als je hem zo hebt liggen, dan kun je dus gaan starten. En dan starten we in deze hoek. Daar gaan we beginnen. Dan ga ik even inzoomen voor jullie. Zo. Ik heb mijn draad alvast op mijn haaknaald gezet met een schuiflus. En ik sla hem alvast ook weer een keer om. Dus dan heb ik 2 lussen op mijn haaknaald staan. En dan gaan we hier op de hoek aanhechten. Waarbij we dus de losse ruimte overslaan. En in de eerste vaste en in de 2 vaste, die 2 steken bij elkaar, daar gaan we een samengehaakt hoofdstokje haken. Dus daarvoor heb ik de draad om een naald staan. Dus ik heb daardoor 2 lussen op een naald. Ik steek in de eerste vaste in.
En ik haal een draad op. Heb ik 3 lussen op mijn naald. Nog een keer omslaan. Insteken in de volgende vaste. Omslaan. Doorhalen. En dan heb ik 5 lussen op mijn naald staan. Sla ik om. En die haal ik alle 5 in 1 keer af. En dan heb ik dus een staand samengehaakt hoofdstokje over deze 2 steken gehaakt. En dan gaan we nu over deze gehele zijde in totaal 93 hoofdstokjes haken. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Maar ga gewoon op je gemak, op deze manier, op elke steek, in totaal 93 hoofdstokjes haken. Nou, als je 93 halve stokjes gehaakt hebt, dan kom je aan deze kant uiteindelijk bij je losse ruimte. En in die losse ruimte, daar haak je nog 2 halve stokjes. 1 en 2. Ik ga even uitzoomen, want dan zijn we zover dat dit motief helemaal voorzien is van steken. En dan pak je nu een motief erbij met 2 bladeren. En daarbij is het dan belangrijk dat je kijkt naar de kleur van het blad met het, van het motief waar we net op gehaakt hebben. Nou, ik heb dus een donker blad. En dan pak ik ook het donkere blad van het motief met 2 bladeren. En dat gaat dus naar beneden toe. Aan dezelfde kant, maar naar beneden. En dan leg je het motief er zo naast. Het is even behelpen, want die motieven zijn zo groot. Kijk, zo krijg je hem beter in beeld. Dus het motief leg je zo dus tegen het motief aan wat we al voorzien hebben van de rand met de halve vaste. Mijn gele blad die wijst dus naar die kant en mijn grijs blad dat wijst dus naar die kant. Dus de bladeren met dezelfde kleur zitten tegen elkaar aan. En dan ga je ook weer over deze zijde, die dus nu hiernaast ligt, ga je ook weer steken haken. En dan gaan we eerst even oversteken. Daarvoor zoek je in het nieuwe motief ook weer die hoek op met de losse ruimte. Die sla je over. Ik sla vast de draad om mijn naald, want op de 2 vaste naar die losse ruimte, daar gaan we dus ook weer die halve stokjes samenhaken. Dus ik steek op die eerste vaste in en haal een draad op. Dan heb ik 3 lussen op mijn naald. Omslaan is lus 4. Insteken in de volgende steek. Lussen ophalen, 5 lussen op de naald, omslaan en allemaal in 1 keer afhalen. Heb je dus weer 2 halve stokjes samengehaakt. En dan ga je weer, net zoals op het vorige motief, over de volgende 93 steken een half stokje zetten. Dus 93 halve stokjes in totaal. Nou, als je ook over het tweede motief 93 halve stokjes gehaakt hebt, dan ben je weer bij die losse ruimte hier gekomen. En ook daarin haak je dan weer 2 halve stokjes. Oké. Ik ga even uitzoomen in de hoop dat ik het allemaal goed in beeld ga krijgen. Want het is een behoorlijk werk wat we nu hebben. De motieven zitten dus nu door middel van de halve stokjes hier op het puntje aan elkaar vast. Maar het is dus de bedoeling nog dat dit ook helemaal aan elkaar vastgezet gaat worden. Nou, daarvoor gaan we dus het motief met 2 bladeren omklappen en bovenop het motief met 1 blad leggen. Dus dat klappen we gewoon als een blad aan een boek. Klappen we hem om. En dan zorg je er ook voor dat dus de beide rijen met halve stokjes tegen elkaar aan zitten.
Dus dat betekent dat je nu tegen de achterkant kijkt van je motief met twee bladeren en de voorkant van je motief met één blad. En het motief met één blad, dat ligt achter. En het motief met twee bladeren ligt dus met de bovenkant of de achterkant naar boven, bovenop. Dan ga ik weer even inzoomen. Dus even zoeken, zo. Dan draai je aan de kant, dan haken we nu eerst een losse. En dan steken we in op de eerste steek van het motief wat bovenop ligt. En van het motief aan de andere kant heb je de eerste steek is je staande steek. Daar zit de draad aan vast. En op de tweede steek, daar steken we op in. Door de volledige steek heen. Heb je dus beide steken op je naald staan en dan haak je een vaste. En op deze manier haken we dus de motieven aan elkaar. Dus je steekt op de voorste en op de achterste door de steken heen. En haak je er een vaste bovenop. Nou, dit doe je door middel van 94 vasten in totaal. Dus ga zo op je gemak goed kijken, beide motieven op deze manier aan elkaar bevestigen. Dan kom ik op het eind van deze rij even bij jullie terug. Ik ben bijna klaar. Laatste steekje verbinden. En als je dan op die manier alles gehad hebt, dan haak je nog een losse. En dan kun je de draad doorknippen. En doorhalen en aantrekken. En dan zijn onze eerste twee motieven met elkaar verbonden. Want als je dus die bovenste nu openklapt, dan zie je dus dat ze hier aan elkaar zijn verbonden. Nou, en zo gaan we dus al onze motieven verbinden met elkaar. Het worden dus uiteindelijk stroken die zo komen. Dus dit is het onderste motief. En dan hebben we hier ons tweede motief. Voor het verbinden van de volgende motieven ga je dus ook starten op deze kant. Dan ga je dus ook weer op de hoek hierbovenin de losse ruimte overslaan. En over de twee eerste vaste, of eerste steek, nee, het zijn wel vaste. Over de twee eerste vaste, daar haak je dan je twee halve stokjes samen. Gevolgd door 93 halve stokjes over deze gehele zijkant. En dan in de losse ruimte aan deze kant haak je dan nog twee halve stokjes in die ruimte. Dan pak je je nieuwe motief met twee bladeren. En dan is het ook weer in dit geval hier donkerblad. Dan gaat het donkere blad van het andere motief naar beneden. Dus dan liggen je motieven zo naast elkaar. En dan ga je dus ook van het nieuwe motief de losse ruimte opzoeken. Die sla je over en dan ook weer over die twee eerste vaste. Daar haak je twee halve stokjes samen, gevolgd door 93 halve stokjes over deze gehele zijkant. Dan in de losse ruimte aan deze kant twee halve stokjes. En dan klap je je werk dubbel. Haak je een losse. En dan ga je dus op die manier aan deze kant beide motieven met vaste aan elkaar zetten. En dan zitten deze ook aan elkaar. En dan heb je de laatste nog. En die leg je dan op deze manier ernaast. Dus daar gaat een kort kantje tegen je huidige strook aan. Zodat dus de lange kant van je motief met dus het blad naar boven wijzend
bovenaan komt, ga je ook weer op dezelfde manier over je rand haken. Ook op deze manier. Hier dus ook weer met die 2 halve stokjes samen haken. 93 halve stokjes. En op deze losse ruimte 2 halve stokjes. Op elkaar klappen, lossen en verbinden. Nou, op die manier ga je dus de stroken helemaal met elkaar verbinden. Dat is dus gewoon hetzelfde als wat we deden in deel 11 met de kleine motieven. Dus ja, ik hou deze video wat dat betreft gewoon eventjes kort, want het is gewoon een herhaling van hetzelfde. Ga op die manier de strook verder verbinden. Heb je 4 van die motieven aan elkaar, dan ga je dat dus nog 2 maal op dezelfde manier doen, zodat je dus in totaal 3 stroken hebt. Dan kun je er ook gelijk voor gaan kiezen om je draaduiteindjes die hier dus nu tussen zitten te gaan wegwerken. Doe dat gewoon aan de achterkant. Of je laat ze hangen en dan kunnen we ze in deel 13, wat hierna gaat komen, meehaken met het verbinden van de stroken aan elkaar. Dus dan gaan we de grote stroken verbinden aan de smalle strook ook. Dat is dus wat we in het volgende deel gaan doen. Dus ja, ik hoop dat deze video ook weer duidelijk genoeg is geweest voor jullie om ook de grote motieven met elkaar te gaan verbinden. Zeg ik, het is in principe dezelfde techniek als wat we in deel 11 gedaan hebben. Alleen heel veel meer steken, maar voor de rest is het gewoon hetzelfde. En we zetten dus nu in plaats van 10, zetten we 4 motieven aan elkaar. Dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Pak gewoon het geschreven bestand erbij voor de indeling van je motieven en ook de geschreven uitleg. Spoel de video desnoods eventjes terug om te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. En dan moet je dat gewoon echt wel gaan redden. Dus ik ga jullie in ieder geval heel veel plezier wensen met het haken en het aan elkaar zetten van dit deel van deze motieven. Ik zou het nog heel erg fijn vinden als je gaat abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog geen abonnee bent, doe dat door hier beneden even op de abonneerknop te klikken. Er verschijnt er ook een belletje. En als je op het belletje klikt, krijg je in het vervolg een melding als er een nieuwe video verschijnt. Blijf dus onder andere lekker op de hoogte van de Meijers Merrill Call. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, een duimpje omhoog zou ik ook enorm waarderen. Daar helpen jullie mij allemaal enorm mee. Alle informatie over deze call is dus terug te vinden in de beschrijving van deze video. Ook hieronder. Daar vind je dus de directe linkjes naar deel 12 van de Meijers Merrill Call in het Nederlands op mijn site en in het Engels op Deirdre haar site. Algemene informatiebestand vind je er ook in het Nederlands en in het Engels. En de complete afspeellijst voor de Meijers Merrill Call vind je er ook in terug. Dus alles wat je nodig hebt om mee te kunnen doen met deze call vind je in de beschrijving. Dus neem daar ook vooral eventjes een kijkje. Dan zeg ik voor nu, dank jullie wel in ieder geval voor het kijken naar deze video. Heel veel succes met het in elkaar zetten van jullie stroken. En dan gaan we elkaar terugzien in deel 13 van de Meijers Merrill Call, het ontwerp van Deirdre Ace. Dus dank jullie wel voor nu en tot kijken in deel 13. Doeg!